Hey allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik weet niet eens waarom ik een koptelefoon op heb, want die ga ik vandaag misschien wel, misschien niet nodig hebben. Tenminste voor het eerst wel iets wat ik heel graag aan jullie wil laten zien. Een man bij de naam Youngstra heeft op 13 april 2019 een video gepubliceerd waarin hij de Dunkin' 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 meme heeft geremixed in een nummer. Ik wil een klein stukje met jullie gaan kijken. En ik zal natuurlijk ook een link in de beschrijving doen, zodat je het origineel kan horen. Maar ik vond het heel grappig en heel cool. Dus ik wil het even aan jullie laten zien. Het is ook wel echt een hele erge drop. En er is ook een soort van verhaal van de Fortnite aflevering. Ik ben Duncan. Hey, Rudy. Dit was echt heel raar. Dit is echt ook al heel lang weer geleden. Log. En er zit ook een hele leuke drop achter. Het is niet helemaal mijn muziek. Want het is hardstyle-ish, I don't know. Maar het is wel leuk. Het is wel leuk. Komt de dropper, jongens. Ik ben het. Dunke, dunke, dunke. Zo mooi. Oh ja, hier komt hij hoor. Link is de build. Komt hij? Het is echt heel gaaf. Ja, heel vet. Als je het origineel wilt checken, ik ga ook niet verder iets laten zien. Check het in de beschrijving. Dikke shout-out naar deze guy. Het is een beetje een dode meme. Het is lang geleden. Let's Play Gaming is lang geleden. Holy shit. Maar de meme is herrezen in nieuwe muziek. Goed, dan gaan we nu even tot het punt komen van de echte video natuurlijk. Ik hou van het browsen op internet. En ik zit af en toe nog wel eens op Reddit. En er zijn hele grappige Reddits op het internet. Subreddits, moet ik trouwens even zeggen, officieel. Zo heb je bijvoorbeeld ook de subreddit Mildly Vandalized. Het is geen vandalisme, want het is niet complete troep. Ik heb meer subreddits die ik wil gaan coveren. Ik pak gewoon een beetje wat ik leuk vind van meerdere af. En wat er bijeenkomt in een succesvolle video, dat zie je hier. I know you have probably seen this, but baby hanging station. Oh, het moet een changing station zijn, maar de C is weggekrast. Ik snap hem. Oké, die is wel mooi, ja. I like it. Het zijn een beetje dat soort dingen. Het zijn kleine vandalistische dingen die dingen weer heel erg grappig maken. Dat is het mooie. Unity. Oh. Ja, maar Unity is ook, zeg maar, waar mensen games op maken. En daar hebben ze het logo van bijgekrast op een grafsteen. Ja, dat kan je eigenlijk niet maken. Dat gaat eigenlijk wel een beetje te ver. Me too, man. I love dick. Oh my god. Nee. Dat zou ik wel doen in een winkel. Ik zie mezelf dat dan wel doen. Het is niet dat ik van hou, oké? Maar ja, het is wel gewoon heel grappig om gewoon er iets leuks van te maken. Ik zou eerder denken aan mijn naam of zo. Oh my god, wat is dit? Het is wel een hele gekke appel, maar het lijkt alsof het een guy is met een joint in zijn bek. Ik zou echt terrified zijn als ik dat zou zien. Ik weet gewoon niet. Stel, iemand legt dat in je keuken. Dan rijdt toch helemaal stuk. Want dan denk ik van, hoe komt dat daar? Ik heb ook best wel gekke dingen meegemaakt. Ik heb een van mijn studiolampen, die zit vast met een wasknijper. Het klinkt een beetje gek. Maar ik heb zeg maar een filter waardoor het mooier licht is. En dat zit vast met een wasknijper. Gewoon random op een dag dat ik in mijn studio ging zitten. Toen knapte die wasknijper opeens. Ik zat gewoon achter mijn computer. Deed niks. Er was niks wat die wasknijper aanraakte. De wasknijper knapt en landt op mijn schoot. Hoe groot is de kans dat dat gebeurt? I don't fucking know. Het kon ook gebeuren terwijl ik er niet zat. Ik vond het heel gek. Het was heel eng. En ook een van de bizarste dingen wat ik heb meegemaakt was dat ik in een slaapzak probeerde te slapen. En opeens een aardappel bij mijn voeten vond. Achteraf bleek het Link te zijn die een aardappel in mijn slaapzak had gestopt. Maar dat soort dingen zijn wel even van, hoe gebeurt dit? Maar er is altijd wel een goede verklaring voor. Who messed with the anti-gravity machine again? Please wash your hands. Oh, mijn plaatje is ondersteboven. Oh, wat doe je nou? Dat is niet hoe handen was. Er staat ook gewoon, you had one job. Daar is ook een hele subreddit van. Laat het even weten of je wilt dat ik die ga coveren. Of doen dat mogen laten comment, whatever. Ook al een baby hanging station. Waarom? Dit is niet origineel. Net zoals mijn content. You are advised to go beyond this point. Nee. Maar waar moet de nat staan? Is daar gewoon overheen gegravedeerd? Ik denk het wel, ja. Het ziet er wel zo uit. Yo, dat klopt niet helemaal. 404, page not found. Dat is wel, als je kamers moet gaan nummeren of een bijschrift voor een bepaalde kamer moet zetten. En als je kantoor nummer 404 hebt of je hebt huis nummer 404, is het gewoon bewoner not found. Dat is wel leuk. Als ik op nummer 404 ooit ga wonen met mijn adres, dan ga ik gewoon dat neerzetten. Weet wel gelijk iedereen dat ik er woon, maar dat boeit niet. This is mildly vandalized and mildly infuriating. No, no, yes. En ik had hem nog niet eens gezien, de wc-rol. Ik probeerde er niet naar te kijken toen ik de instructies zag. Hoe doe je dat?
Je hebt gewoon een complete wc-rol doorboord met een houten stok. Oh, ik word al wild. Al heb je een wc-rol achterstevoren. Daar word ik al gek van. Maar dit gaat te ver. Dit gaat echt te ver. Dit is niet functioneel. Dit is gewoon zonde. Dan ben je zeg maar je wc-rolletjes aan het opvouwen of je velletjes aan het opvouwen. Er zitten er nog steeds gaten in. Hoe kan je er dan mee afvegen? Wispaper toilet container. Nee. FAP. We weten allemaal waarvoor dat staat. Oh, dat kan niet. Ook gewoon van een paper toilet container. Dat is gewoon een doosje voor toiletpapier. Oh ja, dat kan je niet. Nee. The sign of an apartment complex near my university. Campus. Gast, dit kan eigenlijk niet. We hebben een McDonald's hier in de buurt waar ik woon. En de letters van de McDonald's waren kapot. En ik bedoel, 's nachts dan hebben ze natuurlijk oplichtende letters, zodat het lekker opvalt, zodat McDonald's denkt, hey, 's nachts lekker munten harken. Mensen mogen bij ons langskomen. Maar er waren zoveel letters kapot, dat het gewoon Nalts heette. En ik vond het heel grappig. Gewoon Nalts. Hé, hey, zullen we even naar Nalts? Niemand wist wat ik bedoelde. Dat was best wel grappig. Binnenpretje, je had erbij moeten zijn, oké? Okay? Well, in that case, dumping dumpster for public use. Oh, dat kan je niet maken. Ik bedoel, iedereen weet dat je er gewoon niet in moet dumpen, maar... It's mildly vandalized. It's grappig. This is epic. Oh... Nee, is dit een ding? Dit is heel leuk. Ik bedoel, ik ben natuurlijk een oldschool Mario fan. Dat er gewoon een... Nu moet ik het wel goed zeggen. Een womp, niet een thwomp, op Mario zit. Dat is leuk. Kijk, dat is graffiti die ik kan respecteren. Die mag blijven van mij. Maar waarschijnlijk is dit gewoon de volgende dag opgeruimd. Of het is er juist neergezet zoals het hoort. Maar ik vind het leuk. Dit mag net buiten een game store of zo. Moet dit gewoon... Dat is leuk. Daardoor trek je mensen toch? Ik heb trouwens echt gewoon niet mijn koptelefoon nodig gehad. Behalve voor die Dunkin' Dunkin' Me. Waarom heb ik hem nog steeds op? Ik heb hem afgedaan. Wie heeft dit gedaan? World's smallest peepee. Oh nee. Ik zou zo gek worden als ik dit. Ik heb wel een grappig dingetje laatst meegemaakt op de weg. Dat was in IJsland, toen ik op vakantie was daar. Toen hadden we een bord, of niet een bord, een kentekenbord van de auto voor ons. Dat spelde meme. Letterlijk het woord meme. Perfecter kan je niet hebben. Geen letters, geen cijfers ernaast. Helemaal niks, gewoon meme. Dat was een kenteken. Dat was kunst. Dat is niet violated, dat is kunst. Found this little guy in a lift at my school. En het is een heel boos gezichtje. Oh, is dat in een lift? I mean, ik zie de knopjes. Maar ik weet niet waar die gaten verdienen. Het is gewoon grappig, I guess. In heel veel dingen kan je gezichten zien. Oh, maar dit is wel vet. Gewoon dat hij er een mannetje met een rocket launcher van heeft gemaakt. Ja, die is leuk. Ja, kan ik waarderen. Oh my god, this neighborhood isn't safe. Fietsen en een pistool vast hebben. Of daar moet je voor opletten. Ik weet niet precies wat dit bord betekent. Ik moest er gewoon spontaan om lachen, omdat ik echt net langs scrolde. Mannequin, lol. Oh, that's evil, dude. Je zou maar gewoon in een kledingwinkel werken en die paspoppen dus op moeten dragen. En dan gewoon denken van, laat ik eens even gewoon dit doen bij de paspop. In de hoop dat zoveel mogelijk mensen erin trappen. Dat is gewoon humor. Kan ik waarderen. Daar is niks mis mee. Wat? I hope they wash their hands after. Employees must wash anus. Maar, hè? Oh, oké, wacht. De D is natuurlijk zo weggekrast dat er een U uitkomt. Of dat het lijkt op een U en de H is gewoon helemaal weg. Oké, jemig. Ik was heel veel kwijt wat er gewoon moest staan. Ik bedoel, het icoontje van handen gaat natuurlijk al weg. Blauw. Ja, daar moest ik heel erg op lachen. Ze zijn allemaal zo flauw. Elke keer denk je van, ik wil er niet om lachen, maar het is ook wel grappig. At my school's library. Kijk, en nu weet je gewoon dat je koters in je school hebt. Gewoon omdat er een enorme pik staat in de bibliotheek. Mensen vervelen zich in de bibliotheek. Dan moet je ze maar geen verplaatsbare meubels geven. Someone was trying to hack Snake on Windows. Nee, you cannot do that, man. Dat is ook niet hoe het werkt, trouwens. Het is niet dat als je de kop van een toets... omdraait dat het ook anders werkt. Wacht, brievenbus YOLO. Wait, dat is een Nederlandse. Ik snap niet waar de LO voor staat. Misschien is dat de persoon, de eigenaar. I don't know. Maar dat iemand er YO voor heeft geschreven, vind ik eigenlijk best wel grappig. YOLO is alleen echt van 2011, 2012 of zo. Jongens, blijf even bij de tijd. Kom op. I would love to recycle some ass. Maar, huh? Ik snap dit niet. Wat moet er origineel staan? Wat? Oh, hold up. Daar ging iets niet helemaal... Met de prijs van kinderchocolade. Ik weet dat ze niet meer in Amerika verkocht mogen worden. Dat ze daar illegaal zijn. En dat misschien de prijzen in Nederland daardoor kunnen stijgen. Geen idee hoe dat werkt. Maar dat is een beetje te veel. Ik ga niet meer kindereieren kopen. I wonder how many crashes it caused. En dan staat er heel dun doorgekrast bij stop.
staat er dat je 90 moet rijden. Dat werkt toch? Niemand ziet dat vanuit een auto, gast. Dit is gewoon vandalisme. Maar dan door iemand die gewoon echt een IQ heeft van 1. Ook gewoon de opmerking van, I wonder how many crashes it caused. Hoeveel ongelukken hierdoor zijn veroorzaakt. Dat was de reden dat ik lachte. Verder vond ik hem helemaal niet zo grappig. Het was gewoon, oh, wauw, die guy heeft vast echt ongelukken veroorzaakt. Nou, ik heb hem vermaakt. Ik hoop jullie ook met deze subreddit. We hebben er maar 1 gedaan, hè. Mildly Vandalized. Ik zal hem trouwens linken in de beschrijving. Al wil je er meer van zien. En dat is natuurlijk ook waar deze content vandaan komt. Wil je hier meer van zien? Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Reageer, abonneer voor meer. En ik zie je bij de volgende keer. Wauw, dat rijmt allemaal. Ja, later.